Je moet eens even ophouden met het stomme gedoe. Waarom heb je mij niet uitgenodigd? Waarom heb je mij niet meegevraagd naar Malaga dan? We zouden toch samen gaan? Oh, ja. Als je voor me staat. En dan rijdt er vervolgens een auto langs. Vier van die onzekere gastjes zitten in zijn auto. Dio Pedo. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. En leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Zo. Maar ik heb al lekker geëdit vandaag en het is momenteel 11:30, maar ik ben een hongerig mannetje, jongens. Ik ben een hongerig mannetje, want zoals ik al zei, het is 11:30 en ik heb nog niet gegeten. Dus ik ga eventjes naar de supermarkt en dan ga ik eventjes lekker een broodje halen. Ik heb zin in kipfilet avocado, daar heb ik zin in, een lekker broodje. Dus dat ga ik eventjes doen, dat ga ik doen. Niet mijn sleutels vergeten, want anders kom ik niet meer binnen en dat is niet zo handig. Nee, dat willen we niet. Dat zou niet leuk zijn, jongens. Morgen krijg ik trouwens een nieuwe camera, jongens. Ik krijg de Sony A7S III. Dus ik ga gewoon een beetje testen. Ik ga deze ook nog houden. Want ik weet dat het heel gek is. Ik ben gewoon heel erg fan van camera's. Dus ik vind gewoon al die standen en die snufjes, al die dingen die op zo'n camera zitten, vind ik gewoon heel vet. En ook lenzen en zo. Dus morgen krijg ik een nieuwe camera. Dus ik ga even kijken of ik met deze blijf filmen of met die ander. Of dat ik die ander gebruik voor bepaalde dingen en deze bijvoorbeeld voor de dagelijkse vlogs. Dus ik ga het een beetje checken, jongens. Maar ik ben daar ook een beetje hyped over, jongens. Ik wil die camera al zo lang. Ik heb het volgens mij ook al heel vaak tegen jullie gezegd. Dat het, zeg maar, ik was toen aan het twijfelen. Ga ik of de A7 IV kopen waarmee ik nu film. Of ga ik de Sony A7 S3 kopen. Die ik zeg maar echt heel graag wil. Ik krijg die morgen. En dan ga ik eventjes het verschil checken. Kijken wat ik chiller vind. Maar ik heb er zoveel zin in ook, jongens. Och, ik hou van camera spulletjes. Ik vind het zo leuk. Ook drones en zo en lenzen. Ik kan er helemaal blij van worden. Eitje wordt gekookt. Ik heb avocado's gehaald. Kipfilet. En lekker broodje, jongens. Oh, ik heb er zin in. Ik heb heerlijk ontbeten, dus ik heb geen trek meer. En het leuke nieuws is dat Gio hier naartoe komt. En hij heeft vandaag een beetje keuzestress. Ik weet ook niet wat er met hem aan de hand is. Maar hij zei, moet ik met de Porsche komen of moet ik met de Ferrari komen? Ik vind het allemaal zo'n moeilijke keus. Patsertje. Maar goed, die kan dus elk moment hier aankomen. Want hij zei net dat hij over een uur er was. En het is nu al ongeveer een uur geleden. Dus ik sta zo hopeloos op hem hier te wachten, want... ik heb zin om wat te gaan doen, maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat. Als het goed is, is Gio hier nu. Ik hoor hem nog niet. Even kijken. Dat is erg, dat is volgens mij daar. Volgens mij rijdt hij zeg maar nu hier, daarachter zo hier. Oké, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar hij is verkeerd gereden lijkt wel. Waar is hij? Hey, Vincent Dipser. Yo, waar de fuck rij jij heen? Ja, ik moet nog 2 seconden wat doen. Daar gaan we het even goed over hebben zo. Wat? Ja. Daar gaan wij het zo even goed over hebben. Waar heb jij het? Waarom ga je naar het stadshart? Ja, Vincent. Ja. Gio, ik vind het eigenlijk echt niet leuk. Nee, ik vind bepaalde dingen ook wel niet leuk. Je moet eens even ophouden met het stomme gedoe. Ja, jij ook, Victor. Weet je wat? Zoek het uit. Jongens, ik weet niet wat het is de laatste tijd met mij, tussen mij en Gio, maar het gaat niet helemaal lekker. Ik zou natuurlijk ook meegaan naar Spanje en vervolgens heeft hij op het laatste moment gewoon gezegd van, weet je wel, van ik wil niet meer dat je meegaat. Ja, we hebben wel een beetje een soort van ruzie, ja. Ja, geen idee waarom. Vincent? Waarom? Ik vertrouw jou niet op een of andere manier. Ik vind het raar. Ik dacht dat wij vrienden waren. Ik dacht ook dat wij vrienden waren. Waarom heb je mij niet uitgenodigd op je verjaardag? Waarom kwam jij niet naar mijn verjaardag? Waarom heb je mij niet uitgenodigd op je verjaardag? Zie je, ik zei dus net al. Ik zei net in de volgende dat wij ruzie hebben. Wij hebben ruzie. Waarom heb je mij niet uitgenodigd? Waarom heb je mij niet meegevraagd naar Malaga dan? We zouden toch samen gaan? Nee, moet ik meelopen? Snel hier, joh. Voor je verjaardag. Oh, je hebt een cadeautje gehaald. Ja. Oh, dat vind ik schattig. Ik ga kijken wat erin zit. Kijk eens eventjes wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Ga je lekker ruiken, joh? Ik ga lekker ruiken. En weet je wat het chill is? Het chill is dat mijn luchtje ook echt op was. Hij was gewoon op, dus het komt helemaal goed uit. Maar toch moet het wel even hebben, want ik vind het toch heel vervelend. Zeg maar, zoals ik net vertelde, hebben Gio en ik een soort van ruzie.
Dit komt zo door. Ik ga met jouw reacties staan. Ja, echt. Ik denk dat ik echt heel veel reacties ook op TikTok. Iedereen vroeg aan mij, heb jij ruzie met Gio omdat je nu niet mee bent naar Spanje? Maar jongens, ik kon niet mee naar Spanje, want ik had nog iets te doen. Ik had repetitie met de band en jij ging al en zo. Ja. Dus eigenlijk heb je me gewoon achtergelaten. Ja, ja. Het is prima. Ja, je hebt niks gemist. Het was ook kut weer. Het was echt kouder daar dan hier, denk ik. Je moest gewoon winterjas aan, hè? Kijk het weer hier, broer. Ja, het is fucking lekker weer. Het was daar echt kut. Nou, ja. ik wil ook helemaal niet mee. Nee, ja. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Goeie vraag. Ja, nou, we gaan even kijken wat we gaan doen vandaag, want we hebben totaal geen planning. Dus, en je hebt toch wel titel vandaag, hè, weet je? Ja, daarom. Wat een ruzie vandaag. Ja. Vroeg me dus af, hè. Ja. Wie heb jij gisteren aan het roemen gegeven? Ja. Wie heb jij gisteren bloemen gegeven? Heb je een keuze kunnen maken? Ja, ik was dus aan het twijfelen tussen Danique. Ja. Athena. Ja. Jade. Oké. Okay. Saar. Wie? Saar, die was meer voor ja, oh ja, ja. Nadine. Ja. Uiteindelijk heb ik bloemen opgestuurd naar helemaal niemand. Oh, maar ik denk dat het wel de veiligste keuze is. Ja, snap je? Beter dan maar naar niemand in plaats van naar iedereen. Godzidori zeg. Voor de mensen die het wilt weten, het is een Tom Voorluchtje tabacco vanille. Hij ruikt echt top, jongens. Jongens, ik stond net uit het raam te kijken en ik zat me helemaal te focussen op een rode Ferrari, aangezien Gio een rode Ferrari heeft. Dus ik zeg, kom. Gio gaat dik of niet? Ja, gaat wel dik. Dus ik zeg zo, kom, we gaan even een rondje rijden. Zegt hij, nee, maar ik ben met de Porsche. Dus ik dacht al dat ik gewoon zou rijden, maar... Nee, ik was toch met de Porsche. Oh, oké. Okay. Keuzestress. Ja, kijk, weet je, soms voel ik het gewoon even niemand te vragen te rijden. Dus dan moet ik doe ik maar met die armoedige kut Porsche, maar ja. Wauw. Zo is hij dus echt, hè. Dit is Gio in het echt. Gio loopt nu net de deur uit, want die gaat naar die gaat daar eten, want ik ga straks richting zangles. Ik heb al echt een tijd geen zangles gehad, meer zit ik nu na te denken. Dus dat wordt leuk, ik ga weer lekker zangles nemen bij Robin, waar ik vorige keer ook was, bij mijn zangcoach, zeg maar. Ik ga eventjes het nummer, wat is er gebeurd, ga ik voorbereiden. Dus, nou ja, voorbereiden ga ik gewoon oefenen, want stel ik moet hem een keer live doen, is het gewoon leuk om het goed te doen. En dat lijkt me... Ik had het er laatst ook over met Niek. Aan de ene kant lijkt het me zo eng om shows te doen, maar aan de andere kant lijkt het ook zo vet om inderdaad gewoon op te treden voor jullie en dat gewoon te doen. Maar ik denk dat ik gewoon de eerste paar keren natuurlijk heel, heel zenuwachtig ben. Maar na een paar keer gaat het natuurlijk gewoon weg. Dus ik ga zo richting zangles. En daarna ga ik weer richting Gio, want ik ga bij Gio slapen. Want morgen gaan wij een dag leven als miljonairs. En dan denk je misschien van, wat bedoel je nou in godsnaam? Maar Gio die gaat een hele dag zeg maar leven als miljonair. En ik ga mee. Iemand anders heeft dat voor hem geregeld. We gaan naar Schaap en Citroen en allemaal hele speciale klokken kijken. We gaan naar Auger, dat is een bedrijf waar je allemaal mooie pakken kan kopen en zo. Dus het wordt een hele leuke dag, maar we moeten morgen om 10 uur in Rotterdam zijn. Dus Gio zei van, anders kom je gewoon bij mij slapen, dat is handiger. En ik denk wel dat het handig is, anders moet ik in de spits naar Rotterdam. Heb ik geen zin in. Dus ik ga de auto in en dan ga ik richting Robin, want dan ga ik eventjes weer mijn stem gebruiken. We zijn er weer. We zijn weer bij Robin en we gaan weer even lekker zingen. En zoals ik net ook al zei, we zijn Wat is er gebeurd aan het oefenen. Dus ik ga jullie even neerzetten. En dan mogen jullie lekker meeluisteren, jongens. Staan jullie goed? Top. Staat goed. Ik denk dat ze alleen middel zien, maar prima. Ja. Oké, okay, dus het gaat om de intentie. Hè? Fuck de camera. Wat is er gebeurd met, hier komt niets of niemand tussen. Wat is er gebeurd met, deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, als kom je morgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. En wat is er gebeurd met deze vlam van niet te blussen? Wat is er gebeurd? Ja, als goede morgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Oké, jongens, ik ga een van mijn lievelingsnummers van Jaap doen. En zijn pittige. Maar we gaan doen. Alles vergeten. Tot ik overstroom mijn weg sprong met de regen. Als je voor me staat, smelten mijn gedachten, denk ik niet meer na. Dat was al een stuk beter. Nee, dit was mooi. Ja, en ik vind ook het couplet heel mooi als je hem zo zingt. Dit zijn wel liedjes die bij jou passen. Ja, klopt. Dit zijn wel echt nummers die bij me passen ook.
We zeiden net ook al, jongens, ik ga even door de microfoon pakken, dat Wat is er gebeurd eigenlijk echt een heel moeilijk nummer is om te zingen, omdat het heel leeg eigenlijk is, maar heel vol tegelijk, waardoor het zeg maar heel moeilijk is om te laten. Het moeilijkste is dat het liedje zo weinig inzicht heeft dat alles mega belangrijk is wat je doet. Ja. Dus we hebben heel vaak gehad dat als jij ging nadenken, dan hoorde ik meteen dat het niet meer echt was. Ja, zeg maar, je moet je echt volledig zeg maar, eigenlijk overgeven aan het gevoel en echt naar binnen gaan. Dan komt het over. Want elke keer als ik de fouten ging, dan zei hij van ja, daar ging weer even fouten. Toen dacht ik van ja, daar ging dus mijn hoofd in. Daar ging dus denken van oh, wacht, ik moet even meer. En dat is het mooie van zingen gaat echt niet over techniek. Zingen gaat echt over geloof je wat je doet of geloof je het niet. Ja. Bij Jaap Reesema hoor je geen enkel woord die niet klopt. Nee. Omdat hij het echt voelt en gelooft. En daardoor voel jij het. Ja, klopt. Daarom zijn we fan van hem. Ja, Pieter, dit ziet. Bedankt, jongen. Zo, jongens. Dat was hem weer. Zangles. Zo. Ik moet mijn kieltje wel echt... duwen. Ja, het staat er ook. Maar ja, ik ga trekken natuurlijk. Zoals Robin al zei, Wat is er gebeurd is een heel moeilijk nummer om te performen. Omdat het heel leeg is. Het is een hele lage stem wat ik moet zingen. Maar het moet wel vol gevoel zitten. Dus dat is een uitdaging, maar dat is leuk. Dus ging goed. Ruben die heeft mij net 2 keer gebeld. Dus volgens mij, ja het is nu al 7:15. Volgens mij wil hij heel graag eten. En weet hij niet waar ik ben. Dus ik ga hem even bellen, die zielige, hongerige jongen. Yo, Ben. Yo, Ruben. Ja. Je had gebeld? Ja, ik heb eten. Oh, je hebt eten gemaakt? Ja, gewoon pianospasta. Oh, top. Top. Oké, ik kom nu naar huis. Oké, ik ben aan het eten. Oké, tot zo. Doei. Wat een lieverd, hè. Hij heeft gewoon eten voor me gemaakt. Ik ben weer thuis. Thuis bij mijn huis. In mijn appartement of in mijn kluis. Dat klopt niet. Maar wat ik wilde zeggen, ik ga even naar boven. Dan ga ik de lekkere, heerlijke, overheerlijke pasta... spinazie van Ruben eten. Volgens mij had hij spinaziepasta gemaakt. En daarna ga ik gezellig naar Gio en dan gaan we samen editen. Aangezien we morgen geen tijd hebben in de ochtend om te editen, gaan we vanavond gezellig met z'n tweeën editen. Helemaal leuk, gezellig. Er is een vlog hier. Hey! Dat is top, jongens. Zo! Hij is toch echt een zieke vlogger, ook. Ja, hij is wel ziek, ja. Zo, holy shit. Deze guy, jongens, die maakt zulke lijpe vlogs. Hij heet Vincent Visser en als je nog niet op hem bent geabonneerd, moet je dat eventjes doen. Hij maakt echt hele vette vlogs altijd. Echt een leuke gozer. Ik ben fan, ik kijk altijd. Ja, hij is ook wel zo knap ofzo. Hij is wel knap, toch? Zo'n knappe gozer. Ja, met een grote jas en een grote bril. Ja. Oh, wat heb jij gemaakt voor mij? Spinaziepasta. Chef. Jeetje zeg, kijk eens even. Het is simpel maar lekker. Ja, dit is echt lekker. Ik vind het ook altijd wel lekker, toch wel. Eerst vond ik het totaal niet lekker, maar ik ben het gaan waarderen. Ja, dus het is alles. Oh, kijk eens eventjes jongens. Gezond pastaatje eten, heerlijk. Ik heb lekker gegeten en het is tijd om richting Gio te gaan. En aangezien we morgen een dag als miljonair gaan leven en langs schaap en citroen gaan, waar je dus Rolex en zo allemaal kan kopen, dacht ik ga me wel een beetje netjes aankleden. Natuurlijk doe ik die pet niet op, maar ik heb eventjes mijn Ralph Lauren truitje meegenomen. Ik heb een mooie jas aan, ik heb mijn instappertjes mee. Jongens, ik wil wel goed voor de dag komen morgen, dus ik heb mijn spulletjes mee. Ik heb ook mijn editspullen mee, aangezien we vanavond met z'n tweeën moeten editen, zoals ik net zei. Want in de ochtend hebben we geen tijd om te gaan editen, dus ja, lekker de auto in. En richting Rotterdam. Hey Google, doe alles in de woonkamer uit. Google, doe alles uit in de woonkamer. Goed, 5 dingen uitdoen. Dankjewel, Google. Daar zijn we. Gio die is er zelf nog niet, maar ik ga alvast even lekker naar binnen. Ik moet heel nodig plassen en ik ga even editen. Dus ik ga snel naar binnen. Ik ben er dus achter gekomen dat ik eigenlijk best wel allergisch ben voor katten. Maar elke keer als ik dus bijvoorbeeld bij Ella ben of bij Gio, Ella heeft ook katten, dan raak ik mijn hele neus gaat dicht. Ik krijg jeuk, ik krijg helemaal pijn aan mijn ogen, helemaal droge ogen. Dus eigenlijk zit ik een beetje tegenop te kijken om hier naar binnen te gaan. Die gaan ervoor zorgen dat mijn neus dicht gaat en dat ik droge ogen krijg. Oh, kijk, ze zijn moe. Maar kijk, hier kan je toch niet naar binnen gaan? Poesjes! Broedertjes! Hey. Kom eens hier. Kom eens hier. Oeh. Sniesje. Ja. Oh, jongens, het blijven zulke lieve beesten. En elke keer als ik met Gio ben, dan denk ik echt van... oh, ik wil ook zo graag een kat. Het lijkt me zo gezellig. Hé, Poekie? Zo, jongens. Ik ben dus net bij de katten geweest. En ik zit dus nu te editen. Maar ik weet niet of jullie het zien, jongens. Maar kijk.
Dit oog is helemaal rood en het jeukt. En ik heb opeens een snotneus. Het is echt lijp gewoon. Het is echt lijp hoe erg ik eigenlijk allergisch ben voor katten. Ach, het is echt niet goed. Echt fucking triest, jongens. Ik kan dus hier de beelden zien van wat er gebeurt. En op een gegeven moment hoorde ik... Ik hoorde al, zeg maar, in de verte hoorde ik echt zo van... Ja. Zeg maar, door de deur hier zo, zeg maar, een beetje. En dan rijdt vervolgens een auto langs. Vier van die onzekere gastjes zitten dan in zo'n auto. Dio, pedo, homo. En dan rijden ze zo langs. Echt, zeg maar, hoe triest en onzeker kan je zijn? Dat je dan, zeg maar, hier langs gaat rijden en dat je dat dan leuk vindt. Dat is dan, zeg maar... Dat doe je dan in je vrije tijd. Vind je dat dan echt leuk? Ik snap dat echt niet. Ik kan er echt niet met mijn kop bij, jongens. Dus, maar goed, lekker laten gaan. Laat ze maar lekker genieten van de woensdagavond, hè. Als zij dit leuk vinden. Gekkies. Hey, vlog jij ook? Bro, mijn kop. Wat ben je dik geworden? Heb je er stelletjes mee? Ik heb nooit pillen mee. Ik pak altijd die van Rika, maar het is echt heftig, pik. Kijk maar ook. Heb je ze geslikt? Ik ben weer helemaal normaal. Helpt de pillen? Ja, ziek erg. Ja? Ik heb hooikoortspillen gevonden, jongens, en het helpt echt. Ik kan opeens weer normale ademen. Ik heb geen jeuk meer in mijn ogen. Het is helemaal top, jongens. Maar ik ben... Kijk dat het zo erg helpt, dat zo'n pilletje. Ja, het is echt ziek, hè? Dus je hebt ook geen rode ogen meer. Nee, het is echt heel snel gaat weg. Ik ben alweer klaar met editen. En natuurlijk, de beelden die ik zeg maar nu allemaal heb gemaakt, moet ik nog gaan editen. Maar dat kan natuurlijk niet helemaal nu tegelijk. Dus, hey, ik ben vrij, jongen. Hey, werk ze. Hoi, hè. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn bijna klaar met editen en wij gaan eigenlijk verder niks meer doen. Want morgen hebben we een hele leuke dag, dus wij gaan zomaar lekker het bedje in. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe. Doei, doei!